Ik ga mezelf vermommen als NPC in Fortnite. Dit doe ik door de shapeshifter emote van Mystique te gebruiken. En geloof mij, dit wordt echt geniaal. Ik zie voetstappen. Ik zie voetstappen. Gaat hij doorhebben? Nee! Ja, en het idee is dus om hier bij Loot Lake te gaan landen. Want in de vault die jij daar kan vinden, daar zit een NPC. En ik wil dus die NPC worden. Maar voordat we daar naartoe kunnen, moeten we eerst een vault key vinden. Dus laten we dat even gaan doen. Alright, dat was een kill. Hey, dit is een epic chest. De kans is heel groot dat hier een key in zit. Jawel, we hebben een key. We kunnen eindelijk gaan starten. Let's go. Oh nee, er is iemand hier. Nee, hij heeft mijn kills genakt. Nee. Oké, nou hij weet in ieder geval dat ik hier nu zit. Laat ik snel doen wat ik wil doen. Misschien komt hij mijn kant dan op. Dus laten we dit openen zo. Boom. Alright. Misschien hebben we de tijd om het even snel te regelen. Alright, zo boom, jij gaat dood. En ga dood. Oké, dankjewel. Oké, deur snel dicht. Dan doen we zo de emote. Let's go. En als het goed is, zijn we nu safe, toch? Ja, oké. Eigenlijk moet ik hier ook nog de boel een beetje opruimen, zoals dit hier naar het weg doen. Maar ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar ja, ik ga het toch even doen. Oh, ik hoor iemand. Nee. Weg. Heeft hij me door? Ik denk het niet. Toch? Gaat hij me door hebben? Ik hoor twee mensen om me heen. Oké. Ik heb op het laatste moment ben ik nog naar binnen gekomen. Terwijl ik dit hier de boel aan het opruimen was. Zodat je geen wapens zag liggen. Nee. Nee, hij weet het. Hij ziet het. Nee. Ga dood, alsjeblieft. Ga dood. Dankjewel. Oké. We hebben... Dit ging niet zoals ik wilde. Dit ging wel... Oké, dit was echt de slechtste timing ever. Want je kan natuurlijk niet voor altijd shapeshifted zijn. Nu wel een probleem. Want deze persoon is nou down gegaan. En nu als ik shapeshift doe, dan word ik hem. Dus volgens mij... Tenminste, laten we het even checken. Worden we hem? Ja, dit is wel even een probleem. Maar we kunnen een andere NPC ook even proberen natuurlijk. Oké, het idee is nu om naar Rocky Reels te gaan. Want als het goed is, is hier ook een NPC te vinden. Dus laten we dat dan eens gaan proberen. En kijken of er iemand in trapt. Oh, hier is de NPC. Jawel. Oké, deze moeten we even killen. Even kijken of er iemand in de buurt is. Ziet er niet naar uit. Dus als we slim zijn, kunnen we het zo doen. Boom! En dan... Oh, en... Ga dood. Nice. Oké. Mancake is down. Terwijl er iemand nu naar ons toe gaat. Dat gaan we niet doen, toch? Dat gaan we nu niet doen. Nee! Ga weg! Oké, iemand had ons door. Dat was niet heel handig. Gelukkig had ik wat shockwaves om weg te komen. Anders was ik daar echt de lul geweest. Hatsa, ga liggen, Brodo 2009. Oké, we kunnen door. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Oh, hadden we nou per ongeluk hem gekild? Ik weet het niet meer. Ah, nu kunnen we geen NPC worden. Ah, oké, we moeten iemand anders zoeken. Oké, we rijden dus nu richting Greasy Grove. Want ik weet dat daar ook een NPC is, terwijl ik hier beschouw... Oh my god, waarom kan ik nou niet even met rust gelaten worden? We gaan gewoon naar Greasy Grove. Wat ik wilde zeggen is in dat restaurant daar... Ja, daar zit een NPC. Dus die gaan we dan maar eens proberen te worden. Terwijl we in de top 25 al zitten. Dat is wel heel nice. Oké, ik heb de NPC in mijn vizier. Laten we eens eventjes op hem schieten. Is hij dood? Ja, nu is hij dood. Oké, Guaco is gekilled. Laten we dan snel hem worden. Zo, boom. En als het goed is, kunnen we nu gewoon lekker rondlopen hier als Guaco. En wie weet komt er iemand onze kant op. Ik vind trouwens deze pickaxe ook wel goed bij hem passen. Dus laten we hopen dat iemand erin trapt. Ik zie daar iemand daar in de verte. Die zit daar te schieten op een beest. Volgens mij op een wolf. Dat is... Oh, nee, dat is die andere. Snel weer. Oké, ja, we zijn weer Guaco. Want zo ging het de vorige keer ook fout. Volgens mij kan je echt maar 30 seconden iemand zijn. Maar ja, in ieder geval, daar is iemand die misschien dat hij deze kant op komt. Laten we het hopen. En ik zie ook dat we de zone niet mee hebben. Dus we moeten maar als NPC denk ik gewoon gaan lopen straks. Hopen dat dat werkt. Ik denk het niet. Wie weet. We kunnen ook gewoon als deze NPC op een andere locatie gaan staan. Dat gaan we ook gewoon doen als het moet. Maar misschien dat er nog iemand deze kant op komt. Oké, hij komt deze kant op. Maar gaat hij hier ook stoppen? Dat is de vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat hij door gaat rijden naar de cirkel. Nee, waar ga je heen? Ik vind... Jammer. Misschien als ik één keer schiet. Oké, schiet. Misschien komt hij. Het ziet ernaar uit dat hij gewoon wegrijdt. Wat zonde dit, wat jammer. Oké, we gaan maar naar de cirkel als deze NPC. En dan kijken of we misschien in de cirkel in een huis of zo iemand alsnog kunnen trollen.
Maar ja, ik weet het niet. We gaan het gewoon proberen. Oh, er is hier iemand. Kan ik als NPC hier gaan lopen? Zal die het doorhebben als ik hier ga lopen als NPC? Dit is ook echt een random plek om te lopen als NPC, man. Dit is zo'n random plek. Ik zie daar iemand. Ik zie daar iemand. Laten ze me nou met rust... Ik weet het niet. Kijk, ze fighten daar. Ze hebben niks door. Ja, ik denk dat het niet gaat werken. Laat ik gewoon kijken of ik deze game nog kan winnen. Ik zag je, maat. Ik zag het wel. Hij moet deze kant op komen. Jammer, joh. Try it. Loser. Hij schiet zoveel mis, hè? Oh my god, hij is gekillsteeld. Wat zonde dit. Target acquired. Hoppa, die is van mij. Let's go! We hebben wel die W te pakken hoor. Heel erg nice. Oké, die win is leuk, maar ik wil het nog een keertje proberen. Ja, we gaan weer hetzelfde doen op dezelfde plek. Alleen, ja, ik had dus een kroontje. Die ben ik alweer kwijt, omdat ik net het weer probeerde. En toen ging ik in één keer dood. Maar dat ga ik niet laten zien hier. Dat is allemaal niet interessant. Maar we gaan het gewoon weer proberen. Dus laten we kijken of het nu wel gaat lukken. Heppa! Niet met mij fucken. Dan ga je dood. Oh, er ligt hier gewoon een key. Heel random. Dat had ik helemaal niet gezien. Nou, laten we die dan oppakken. En dan gaan we gewoon meteen ons plannetje uitvoeren. We gaan niet lang wachten. Oké, we zijn binnen. Snel de deur dicht. En boom! En hij is down. Hij is down. Oké, we kunnen ons plannetje uit gaan voeren. Laten we in ieder geval beginnen met eventjes alvast disguisen als deze guy... En dan komt het vanzelf goed. Ik hoor wel echt heel veel mensen om me heen. Dus laten we hopen dat er iemand hier naartoe gaat. A few moments later. Oh, er is iemand. Ik zie voetstappen. Ik zie voetstappen. Gaat hij doorhebben? Heeft het door! Nee, heeft het door! Heeft het door! Nee! Hij had het volgens mij eventjes niet door. Hij was sowieso aan het twijfelen, want hij begon niet meteen met schieten. Hij dacht... Huh, wie is dit? Maar helaas, we hebben ons best gedaan. Ik weet zeker dat in ieder geval de mensen die mij gezien hebben even dachten van wat is dit? Maar het is best wel lastig om dit te doen. Als jij wilt dat ik dit soort challenges vaker doe, laat dan even een like achter. En zet ook even in de reacties welke challenge ik dan moet doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.